Ik zit bij Bertha en Carine. Ja. En Bertha en Carine zijn van Beauty Kids. En die hebben morgen een groot feest. Vertel daar eens wat over. Nou, zal ik beginnen? Nou ja, ik wil ook wel beginnen. Nou, begin jij maar. Ja, nou, Carine die werkt bij mij in het weekend op vrijdagavond en zaterdag. En ik had zelf al bedacht om een modeshow te gaan organiseren. En Carine die vroeg van, goh, mag ik dat niet doen voor mijn eindproject van school? Mm. Nou, ik zei, nou, dat is een heel goed idee. Dan mag jij het regelen en ik ga je erbij helpen. Ja. En ja, van het een komt het ander. En het is goed gelukt, hè, Carine? Ja, dat zullen we morgen zien. Ja, nou ja. Maar ja, we gaan het in de kamers doen, want daar lopen stage. Ja. Dus dat is een hele mooie, natuurlijk een hele mooie ruimte, die kan ik daar gebruiken. Ja. Dus het is een hele leuke samenwerking natuurlijk, een winkel en een theater. Dus het is weer eens wat nieuws. Ja. Dus morgen gaat het gebeuren. En wat voor school doe jij? Ik doe sociaal-cultureel werk. Oké. Okay. En is het dan moeilijk om zo'n modeshow te organiseren? Nou, nu heb ik natuurlijk een perfect bruggetje, weet je wel. Dus Bertha kan me heel goed helpen. Ja. Maar ik vond het wel lastig. Ik dacht echt, waar moet ik beginnen? Mm-hmm. Maar ik heb heel veel hulp gekregen van alle kanten. En mensen met ervaring. Dus nou, zo ben ik er gekomen. Ja. Dus je moest gaan casten, want je moest natuurlijk ook modellen hebben. We hebben natuurlijk heel veel kennis en een familie. En haar zoontje Emiel, nou, die heeft het al vaker gedaan. Die heeft een vriendinnetje en zo van het een komt het ander. Dus uiteindelijk hebben we zo 16 modellen bij elkaar. En allemaal leuke kinderen en knappe kinderen natuurlijk. Ja, zeker. Maar dat mogen ze niet meedoen, hè? Nee, het zijn allemaal echte modelletjes. Ja. Ze moeten wel mooie kopjes hebben, hè? Ja. Dat past het niet helemaal. Hé, hey, en van wat voor leeftijd loopt dat dan? Nou, de jongste is 1. Dus dat wordt niet echt de catwalk lopen, maar die mag lekker in de armen. En de oudste is 14, dus het is echt groot van alles wat. En wij krijgen dan de totale collectie van Beauty Kids te zien natuurlijk. De nieuwe collectie wordt gegeven. Welke merken zijn dat? Van Name It tot Vigino en alles zit erin. Dus we hebben Name It, Vigino, 7-on-7, No Tomato, Salted Dog, een nieuw merk. Ja. Dat gaan we extra promoten. Zeg maar over de nieuwe collecties. Wat ik kan zeggen over de nieuwe collectie, ik kan er natuurlijk over vertellen dat het van de winter ontzettend veel knalkleuren wordt. Veel knalkleuren, ja, oké. Dus alles knalt eruit, dus voor de jongens en zowel voor de meiden. Want ik zie ook daar echt veel zuurstof, rood of... Ja, ik heb het ook voor de baby's, kleuren. Knalgroen, kobaltblauw. Leuk! Ja, kijk, daar komen nog modelletjes aan. Jasper, kom maar. Kom naar Jasper. Wat leuk! Nou, ik wens jullie heel veel succes morgen. Dankjewel. En we gaan het allemaal zien op Fatos TV. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel. Ik ben heel blij. Het ging wat rommelig, maar ik hoop niet dat de mensen heel erg rustig aan de start gaan. Mag ik even een high five? Up. Doei. Doei.